Alsof het nog niet genoeg is dat er allerlei politiek-maatschappelijke stromingen opkomen in tijdvak 8, zien we nu ook dat er allerlei emancipatiebewegingen op gang komen. Daarover gaat deze video. Dat zijn ook weer voornamelijk stromingen die toch met de politiek te maken hebben, maar die opkomen ook weer voor verschillende sociale klassen, of in ieder geval die iets willen doen aan de sociale verhoudingen. Maar wat zijn dat dan precies, emancipatiebewegingen? Nou, een emancipatiebeweging is een beweging die naar gelijkberechtiging streeft. Ze willen gelijke rechten voor de groep waar zij voor strijden. Die wordt in hun ogen in ieder geval achtergesteld en daar moet dus gelijkberechtiging voor komen. In de 19e eeuw onderscheiden we in Nederland drie verschillende emancipatiebewegingen. Het socialisme, het confessionalisme en het feminisme. En nou denk je misschien, hé, die heb ik al eerder gezien. Juist, dit zijn dus ook van die politiek-maatschappelijke stromingen. Waar stonden die ook alweer voor? Nou, het socialisme had dus als doel gelijkheid en gelijkwaardigheid voor de arbeidersklasse. Oftewel, gelijkberechtiging, de arbeiders moeten gelijke kansen, gelijke rechten hebben. De confessionelen, die streden voor een samenleving op basis van christelijke normen en waarden. Ze hadden het gevoel dat in die industriële samenleving met een liberale regering aan het hoofd, dat daar het christendom naar de achtergrond werd verdrongen en zij wilden weer opkomen voor hun geloof en voor hun normen en waarden. Die moesten er ook weer ten volle toe doen. En de feministen, die hadden tot doel een gelijkwaardige positie van de vrouw in de maatschappij. En ook daar zit weer dat woordje gelijkwaardigheid in. Nou, dat is waar een emancipatiebeweging naar streeft. Wil je meer weten over deze afzonderlijke stromingen? Dan raad ik je aan om de losse video's te bekijken die erbij horen. Wij gaan nu even kijken naar hoe ze zich precies emancipeerden en waar ze dan voor streden. Stroming voor stroming. We beginnen met het socialisme. Het socialisme, dat reageerde eigenlijk op die industriële samenleving die ontstaan was. En die socialisten die wilden betere woon- en werkomstandigheden voor de arbeidersklasse. Nou, bij het kenmerkend aspect de sociale kwestie komen we daar nog uitgebreid op terug. Daar is dus ook een aparte video over. De sociaaldemocraten, die organiseerden zich steeds meer in politieke partijen. Zij wilden kiesrecht afdwingen, ook voor de arbeidersklasse. Er was dat censuskiesrecht en de sociaaldemocraten die wilden dat die grens omlaag werd gebracht, zodat ook leden uit de arbeidersklasse zouden kunnen stemmen. Dan zou er namelijk meer sociale wetgeving komen die de woon- en werkomstandigheden van de arbeidersklasse zou verbeteren. De confessionelen, die richtten zich in eerste instantie eigenlijk vooral op het onderwijs. Er was in die grondwet van Thorbecke in 1848 wel vrijheid van onderwijs vastgelegd, en die werd ook 9 jaar later in de onderwijswet herhaald, maar er werd wel onderscheid gemaakt tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. En je ziet al dat ik bij dat bijzonder onderwijs een kruissymbool heb gezet. Openbaar onderwijs is onderwijs dat helemaal los van een of andere ideologie of van een religie staat. En bijzonder onderwijs is juist onderwijs dat ingericht is naar een bepaalde stroming, naar een bepaald idee. En bijzondere scholen in de 19e eeuw en ook in de 20e eeuw in Nederland waren dus voornamelijk ook katholieke en protestantse scholen. En daar kregen kinderen vooral ook les op basis van die katholieke en protestantse normen en waarden. Er was alleen een probleem voor de confessionelen, want de overheid, en die was vooral heel erg liberaal, want alleen mensen uit de gegoede burgerij die mochten vaak nog stemmen. Die overheid die gaf alleen subsidie aan het openbaar onderwijs. Want dat was helemaal waardevrij. Daar was vrijheid van denken, vond die liberale overheid. Bij zo'n bijzonder onderwijs, daar was geen vrijheid van denken. Want daar werd je een bepaald geloof opgedrongen. En vanuit die overtuiging gaf die liberale overheid dus alleen subsidie aan het openbaar onderwijs. Nou, je kunt je dus voorstellen dat de confessionelen, de katholieken en de protestanten het daar niet mee eens zijn. En dat vormt het begin van de zogenaamde schoolstrijd. Confessionelen gaan strijden voor financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs. Wij willen ook subsidie voor onze scholen, zeggen de katholieken en de protestanten. Die strijd die leidt er uiteindelijk toe dat ten eerste katholiek en protestant in Nederland dichter bij elkaar komen. Ze hebben op religieus gebied een hekel aan elkaar, maar nu vonden ze elkaar in deze politieke strijd. En daarnaast zorgt er ook voor dat er een verzuiling ontstaat. Als eerste zien we dat terug bij de protestanten. De protestantse leider Abraham Kuyper die roept eigenlijk op om de protestanten zoveel mogelijk bij elkaar te laten blijven in hun eigen wereld. Met hun eigen organisaties, met hun eigen scholen, met hun eigen kranten, met hun eigen omroepen en dus ook met hun eigen politieke partijen. De katholieken die gaan dat ook doen. En daardoor leven katholieken en protestanten in principe alleen nog maar binnen hun eigen zuil. Katholieken lezen de katholieke krant en ze gaan naar de katholieke sportvereniging en ze stemmen, als die er eenmaal is, op een katholieke politieke partij.
En door die verzuiling kregen die politieke partijen ook behoorlijk wat aanhangers. Nou, er waren daarnaast nog gewoon allerlei demonstraties en handtekeningenacties en dergelijke. En op die manier hoopten de confessionelen dat zij de overheid konden overtuigen van het nut van bijzonder onderwijs. En dus ook van die financiële gelijkstelling. Nou, de laatste emancipatiebeweging die we er nog even bij pakken is die van het feminisme. In de wet was ongelijkheid tussen man en vrouw vastgelegd. De man was handelingsbekwaam en de vrouw was handelingsonbekwaam. Vrouwen konden dus geen contracten tekenen zonder toestemming van de echtgenoot bijvoorbeeld. Ja, en dan zijn er vrouwen uit de burgerij, zoals bijvoorbeeld Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs, die daar iets tegen gaan doen. Zij willen af van die ongelijkheid in de wet. En dat is het begin eigenlijk van de eerste feministische golf. Waar strijden die feministen voor? Zij willen kiesrecht voor de vrouw. Want, denken zij, op die manier als kiesrecht uitgebreid wordt en ook vrouwen mogen gaan stemmen, dan zullen er uiteindelijk wetten komen die de positie van de vrouw in de maatschappij zullen verbeteren. Er komt geen feministische politieke partij, dat heeft geen zin, want vrouwen mogen toch niet stemmen. Maar ze richten wel allerlei organisaties op en ze doen allerlei acties en ze houden allerlei protesten om zo de druk op de regering op te voeren. En tijdens de Eerste Wereldoorlog, als Nederland neutraal is, ja, dan loopt toch ook de spanning eigenlijk in Nederland wel op. Want overal om ons heen is het oorlog. En dan zien de verschillende politieke stromingen ook in dat ze samen moeten gaan werken. En dat ze iets samen moeten gaan doen. En dat leidt uiteindelijk in 1917 tot de grondwetswijziging die ook wel bekend staat als de pacificatie. En pacificatie betekent vrede sluiten. En er wordt vrede gesloten op de drie grote politieke kwesties van de 19e eeuw. De kiesrechtkwestie, de schoolstrijd en de sociale kwestie. En nogmaals, over die sociale kwestie komt nog een aparte video. En wat wordt er over dat kiesrecht afgesproken? Nou, dat heb je misschien ook al gezien bij die video over democratisering. In 1917 komt er algemeen mannenkiesrecht en passief vrouwenkiesrecht. Daarmee zijn de socialisten heel erg tevreden, de feministen nog niet helemaal, maar 2 jaar later wordt de grondwet nogmaals aangepast en komt er ook echt algemeen vrouwenkiesrecht. En daarmee komt er ook een einde aan die eerste feministische golf. De confessionelen die waren op zich niet zo voor de uitbreiding van dat kiesrecht. Maar om hun zin te krijgen voor die financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs, besloten ze om toe te geven aan die eisen van de socialisten en van de vrijzinnige liberalen. En daardoor wordt er in 1917 bij wet ook geregeld dat er financiële gelijkstelling is van openbare en bijzondere scholen. De schoolstrijd was dus gewonnen door de confessionelen. Ja, en voor wat betreft die sociale kwestie, daar kun je niet echt per se een moment aanwijzen waarop woon- en werkomstandigheden helemaal goed zijn. Maar wat we wel zien, is mede doordat het kiesrecht langzamerhand al uitgebreid werd tot 1917, er eigenlijk al vanaf 1900 ongeveer steeds meer sociale wetgeving komt, die het lot van de arbeidersklasse verbetert. En die emancipatiebewegingen hebben dus hard moeten strijden voor die gelijkberechtiging, voor een doelgroep. Maar uiteindelijk is het wel voor een heel groot deel gelukt in 1917.